Goedemiddag. In Nationaal Park Hoge Kempen zoeken militairen en politieagenten opnieuw naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. De bewindvoerder van Let's Go Urban heeft het faillissement van de VZW aangevraagd. En Villarreal wint de Europa League tegen Manchester United na een lange reeks penalties. Sinds vanmorgen wordt opnieuw gezocht naar de vermiste terreurverdachte Jurgen Konings. Hij verdween begin vorige week en ondanks grote zoekacties blijft hij spoorloos. Er wordt opvallend opnieuw gezocht in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Maar deze keer zoeken politie en leger in een stuk van het park dat wat noordelijker ligt van het gebied dat vorige week werd uitgekampt. Het is niet ver van de plek waar de auto van Konings dinsdag werd gevonden. Morgen om 7:30 al reden de eerste legervoertuigen door Deelse Stokkum. De politieeenheden stellen zich verspreid op langs de weg, maar er staan ook panzervoertuigen met militairen in de wegen ernaast. Van daaruit trekken ze een afgebakende zone in. We zijn inderdaad terug een zoeking aan het verrichten op basis van de huidige stand van het onderzoek. Dus de elementen die we daar nu in hebben aangetroffen, hebben we dus gemeend om drie nieuwe zones eigenlijk af te bakenen. Dus we zitten hier iets noordelijker dan waar dat er vorige week gezocht werd. Ook op de plek waar vorige week de auto van Jurgen Konings gevonden is, staan vandaag opnieuw militaire eenheden. Maar we worden op afstand gehouden. Dat deel was weer opengesteld, maar nu wordt de volledige zone van het zoekgebied weer afgesloten. Uit veiligheid voor alle fietsers en wandelaars. We kunnen de speurhonden horen. De zoekactie steunt op bestaande elementen in het dossier, niet op basis van nieuwe sporen. En toch is er een verschil. Het is eigenlijk een andere soort zoeking dan degene die we vorige week hebben gehouden. Vorige week is er echt een sweeping gebeurd, zoals we dat noemen, een grondige foeien van het volledige gebied. En op dit moment wordt er meer doelgericht gezocht. En de doelgerichtheid is eigenlijk mee bepaald door de celverdwijningen en de mensen van Natuur en Bos. En het is niet omdat de celvermiste persoon betrokken is dat we mogen besluiten dat de gezochte niet meer in leven zou zijn. Celvermiste personen is niet enkel op zoek naar mensen die overleden zijn. Laat mij daarover duidelijk zijn. Nee, er wordt niet gezocht naar een overleden iemand. Er wordt gezocht naar onze verdwenen militair. Ellen, goed gebeur. Goedemiddag aan dat Nationaal Park Hoge Kempen. Ja, er wordt daar opnieuw gezocht. Is er nu een nieuw spoor of niet? Wel, op de vraag of er concrete aanwijzingen zijn dit keer om hier te komen zoeken en wat die dan zijn, krijgen we eigenlijk niet meteen een antwoord van het federaal parket. Het meest concrete dat we horen is concreet genoeg om hier te komen zoeken. Daar weten we niet heel erg veel mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat het gerechtelijk onderzoek nog altijd lopende is, dat er ook nieuwe informatie is vanuit Defensie. En het zou dus kunnen dat men in kader van dat onderzoek op dit moment op zoek is aan het gaan naar plekken waarmee Jurgen Konings heel vertrouwd was, die hij heel goed kent van binnen en van buiten. En mogelijk behoort dit noordelijke gebied van het nationale kamp daar ook toe. Men is dat in drie zones nu gaan onderverdelen. Een nieuw gebied. Een eerste zone is men op dit moment aan het doorzoeken. Een tweede zone start deze namiddag en een derde zone wellicht tegen de avond. Maar de bedoeling is om die drie zones vandaag effectief te gaan uitkammen. Ja, en ik heb ook begrepen dat ze een andere werkwijze ook hanteren wat betreft de manier waarop ze dat gebied doorzoeken. Ja, je hoorde het al in de reportage. Vorige week is men echt heel grondig te werk gegaan. Heeft men bijna meter per meter, zone per zone, dat gebied gescand. Dat gaat nu niet gebeuren. Nu gaat men echt meer doelgericht te werk gaan. Naar specifieke punten of plekken op zoek gaan. Bijvoorbeeld de plek waar de auto van Jurgen Konings is teruggevonden. Daar staat men vandaag opnieuw. Dat gebied was vorige keer weer open geplaatst voor de mensen om terug te gaan wandelen en fietsen. Nu was dat weer afgesloten en werden we ook echt op een afstand gehouden. We worden nu trouwens ook op een afstand gehouden, hè? Want hier in de zone achter ons, dat groen dat je achter ons ziet, daar is men aan het zoeken, maar we worden hier achter de rotonde geplaatst. Maar dus specifieke plekken waarnaar men op zoek is. Natuur en Bos helpt daarbij, een lab helpt daarbij en ook de celvermiste personen. Denken ze echt om hem nog levend terug te vinden of zijn ze net zo goed op zoek naar een lichaam?
Ze gaan ervan uit dat Jurgen Konings wel degelijk nog in leven is. Ze hebben geen indicaties dat het tegendeel waar zou zijn, maar het zou uiteraard kunnen dat de man dood is. Herinner je zijn afscheidsbrieven, zijn dreigbrieven? Daar klonk heel veel kwaadheid uit en wanhoop. Dus de man zou overleden kunnen zijn. Maar goed, momenteel gaat men ervan uit dat hij wel degelijk in leven is. En het is niet omdat de zelfvermiste persoon hier vandaag bijgekomen is, wat vorige week niet het geval is, dat de man dood zou zijn. Integendeel, de cel zoekt ook heel vaak naar mensen die wel nog in leven zijn, heeft daar ook heel veel expertise in. Het is vandaag een moeilijk gebied, een bebost gebied, en dus kunnen ze al die expertise goed gebruiken. Ja, en die zoektocht gaat nog de hele dag door, heb ik begrepen. Dankjewel, Helen. En voor de mensen in de buurt was het opnieuw schrikken vanmorgen toen ze legervoertuigen in de straat zagen en ze plots hun favoriete fiets- en wandelpaden weer niet meer op mochten. Alle paadjes in het zoekgebied, hoe klein ook, worden gecontroleerd. Om de tientallen meter staan soldaten paadjes en toegangen tot het park te controleren, sinds vanochtend vroeg al. Ik wilde hier de hoek om het fietspad op en ik liep bekans tegen eentje aan. Die mij vriendelijk vroeg of ik de andere kant uit wilde lopen. Dus, Het is erg, hè? Vertel eens. Ik vind het erg. Het is erg? Maar ja, we komen hier bijna om de andere dag hierdoor. Hier is niks te zien. Ja. Door. Het hele fietspad is afgezet. Ik zeg ja, dan gaan we daar, hè. En daarna gaan we terug op, hè. De tuinen van de huizen in de woonwijk grenzen aan het park, maar de buurtbewoners zijn er gerust op. Geen schrik. Nee. Waarom? Jurgen doet mij niks. Ik ben niet bang hoor. Die zal mij niks doen, echt niet. Als ik de achtergronden weet, die zal me echt niks doen. Denk ik toch. Nee, ik denk dat u bent daar wel gerust op. Ik ben meer bang voor die tanks die achter mijn wagen stonden dan van de man zelf. Ja, sorry. Tijdens de zoekactie vorige week werd het hele park, dat 12.000 hectare groot is, nog volledig afgesloten. Maar nu is er maar één stuk afgebakend en blijft de rest toegankelijk. Men heeft enkele zoekzones aangeduid. Men is daar aan zoeken en alleen die zoekzones zijn op dit ogenblik afgebakend. Maar men kan op dit ogenblik in het Nationaal Park wandelen, fietsen, wat men ook wil. Enkele plaatsen niet te nagesproken. En ook hij heeft geen idee hoe lang de zoekactie zal duren. Over een week zal de Antwerpse ondernemingsrechtbank wellicht officieel het faillissement uitspreken van de VZW Let's Go Urban. Dat is de VZW van Vlaams parlementslid Siem El-Kawakibi. De voorlopig bewindvoerder heeft dat faillissement vandaag aan de rechtbank gevraagd, nu de organisatie geen geld meer heeft. El-Kawakibi heeft zich daar niet tegen verzet. Hoe de schulden van de VZW precies betaald moeten worden, is nog onduidelijk. De VZW zal mogelijk nog een klein bedrag kunnen recupereren, maar niet veel. Ik heb de waarde van de inboedel. Ik heb het pand van LGU ontruimd, is opgeslagen in een magazijn. Dat zal moeten verkocht worden. 20.000 euro is een zeer brede inschatting. Ik heb nog een vordering lastens Women's View, de VOF van mevrouw El-Kawakibi. Voor een 30.000 euro, maar meer dan 50 denk ik niet dat het gaat worden. Anne van Rentergem aan het Antwerpse Justitiepaleis. Al bij al niet zoveel geld dus dat de VZW nog heeft, maar wel veel schulden. Weten we wie er allemaal nog geld vraagt van de VZW en voor hoeveel dat dan is in totaal? Het gaat al zeker om 220.000 euro. Dat is dan geld dat onder meer leveranciers vragen. Maar het kan nog veel meer worden dan dat. En dan moet men vooral kijken naar die subsidies die zijn gegeven en waar men het geld zou kunnen gaan terugvragen, omdat het geld niet is besteed zoals het had moeten worden besteed. Er is al onderzoek geweest, onder meer door de stad Antwerpen, maar ook door de voorlopige bewindvoerder, met gelijkaardige conclusies. Namelijk dat dat tot een bedrag van bijna 450.000 euro zou kunnen gaan. Maar hoeveel het effectief zal zijn of wat minder zal zijn, dat zal het gerechtelijk onderzoek naar Let's Go Urban eigenlijk moeten uitwijzen. Maar het gaat dus wellicht over honderdduizenden euro's aan schulden. En hoe zit het op dit moment met dat gerechtelijk onderzoek? Weten we bijvoorbeeld al of El-Kawakibi voor de rechter zal moeten verschijnen? Nee, nog niet. Het onderzoek is aan de gang. Er is een bedrijfsrevisor aangesteld die de financiën aan het bekijken is. Er zijn recent nog huiszoekingen geweest om alles
te gaan verzamelen. CM El Kawakibi zou ook nog moeten verhoord worden in het onderzoek. Eens dat allemaal is afgerond, dan kan men dus naar die kwestie gaan kijken. Ik laat me wel vertellen dat de bedrijfsrevisor alvast snel werk levert, dat hij mogelijk voor de zomer al klaar zou zijn. Dus dat we mogelijk al iets sneller dan verwacht zouden kunnen weten of er iemand voor de rechter moet komen omwille van financiële malversaties. En wie zal er op het einde van de rit voor alles moeten opdraaien? Ook dat is nog niet helemaal duidelijk eigenlijk. Hè. Opdraaien kan je ook op twee manieren begrijpen. Enerzijds een straf krijgen van een strafrechter. Maar anderzijds ook mee die schulden moeten betalen. Hè. Eens de pot leeg is van Let's Go Urban, wie is daarvoor aansprakelijk? En in dat volledige verhaal moet je daarom mogelijk ook niet alleen kijken naar CM El Kawakibi, maar ook naar de andere bestuurders van de organisatie. Dat is ook wat de voorlopige bewindvoerder vandaag erkende hier op de zitting. Ja, we luisteren naar haar verklaring daarover. Dank je wel, Anne. Het bestuur, het volledig bestuur, zijn taak op een consequente en correcte wijze uitgevoerd. En wie kan daar aangewezen worden als zijnde diegene die in de fout is gegaan? Dus dat is dan zowel mevrouw El Kawakibi, maar ik vermoed dat ook het onderzoek van de curator en het onderzoek van het parket zich zal uitbreiden naar al diegenen die bestuurder waren binnen de VZW. Alle boetes worden vanaf de zomer opgetrokken, dat schrijft de krant De Standaard. Het gaat onder meer om snelheidsovertredingen, maar ook om geldstraffen die een rechter oplegt. De boetes stijgen met gemiddeld 9 tot 25 euro. Dat komt zowat overeen met de administratieve kost die de verwerking van een boete met zich meebrengt. Nu betaalt de regering die kost, vanaf de zomer is die voor de overtreder zelf. De hogere boetes zouden dit jaar nog 15 miljoen euro moeten opbrengen. Opvallende beelden uit Oost-Vlaanderen die een bestuurder op de E34 vanmorgen maakte met zijn dashboardcamera en daarna op Facebook zette. Van op het dak van een vrachtwagen gooit iemand een autoband in het verkeer terwijl er een staaf uit de truck steekt. Vermoedelijk gaat het om een verstekeling die ongezien in de truck was geklommen. De chauffeur kon zijn vrachtwagen aan de kant zetten, maar toen de wegpolitie ter plaatse kwam, was er niemand meer te bekennen. Het grote coronateststorp Spoor Oost in Antwerpen verhuist volgende week naar een andere locatie. Het vaccinatiedorp blijft er wel staan. De laatste weken wordt er steeds meer getest en dat veroorzaakt veel verkeersdrukte in de buurt. Eind volgende week opent er een nieuw testdorp naast Antwerp Expo. En de werkgroep vaccinatie van de overheid bekijkt of het mogelijk is om jongeren zelf te laten beslissen of ze ingeënt willen worden met het coronavaccin van Johnson & Johnson. Gisteren werd beslist om het vaccin voorlopig niet meer te geven aan wie jonger is dan 41, omdat een jonge vrouw na haar inenting overleed aan een zeldzame complicatie. Maar het vaccin heeft wel het voordeel dat er maar één dosis van nodig is en daarom dat sommigen het misschien liever wel nemen. We krijgen ook een aantal mails van jonge mensen die zeggen, maar ik wil dat toch. Hè? En ik neem dat risico. Mm-hmm. En dat is zeker iets dat we moeten bespreken op niveau van de taskforce. Maar nu niet. Is dat een optie? Mm-hmm. Eén. Twee, is dat operationeel logistiek haalbaar? Kunnen vaccinatiecentra ingaan op die vraag? Dus dat moet ook natuurlijk uitvoerbaar zijn. Maar het is zeker een optie die op tafel kan liggen. En de vaccinatiecijfers blijven doorstijgen. Op dit moment zijn bijna 4,5 miljoen Belgen minstens één keer gevaccineerd tegen corona. Dat is 48,6% van de volwassen bevolking in ons land. En de situatie in de ziekenhuizen die blijft verbeteren. Elke dag komen er gemiddeld 105 covid-patiënten in het ziekenhuis terecht. Dat zijn er een vijfde minder dan een week geleden. In totaal liggen nu 1462 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er nog net iets meer dan 500 intensieve verzorging nodig hebben. Per dag sterven nu 18 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. On parle d'une éruption immédiate. Donc chacun est en train de fuir nulle part. Voilà. C'est terrible. Tienduizenden inwoners van de Congolese stad Goma zijn opnieuw op de vlucht geslagen omdat er een nieuwe uitbarsting dreigt van de vulkaan Nyiragongo. De uitbarsting van vorige zaterdag werd gevolgd door enkele honderden aardbevingen. Vanmorgen besliste de gouverneur om de gevaarlijke zones opnieuw te evacueren.
Voor de tweede keer sinds zaterdag vluchten de inwoners van Goma vanmorgen de stad uit. Iedereen is in paniek door de aardbevingen en onheilsboodschappen. Ze trekken de grens over naar Rwanda of naar het westen. Ook aan de haven bij het Kivu-meer is het aanschuiven. De veerboten zijn overvol. Vanmorgen had de militaire gouverneur in een radioboodschap de 10 gevaarlijkste wijken laten ontruimen. De dreiging is te groot, zei hij. On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. De situatie aan het meer maakt velen ongerust, want daar zijn grote volumes methaangas opgestapeld. Het kan alle kanten uit, zeggen vulkanologen. On pourrait avoir quelque chose qui déstabilise cette couche permanente et la couche permanente viendrait se mélanger avec les couches de surface et on aurait le dégazage d'une énorme quantité de gaz qui asphyxierait tout être vivant dans la région. Maar dat is niet gebeurd bij de vorige uitbarsting in 2002 en ook nu blijft alles onvoorspelbaar. In Mali zijn de interim-president en de premier vrijgelaten. Ze waren eerder deze week opgepakt door de topman van het leger. Die had vorig jaar al de president opzij gezet en heeft nu een nieuwe staatsgreep gepleegd. Hij zegt dat hij de twee leiders ontslagen heeft omdat ze een nieuwe regering hadden gevormd zonder hem te raadplegen. In Nigeria zijn meer dan 150 mensen vermist en vermoedelijk verdronken bij een schipbreuk van een te zwaar geladen vaartuig. Het ongeluk gebeurde op de rivier Niger in het noordwesten van Nigeria. Er waren in totaal 165 mensen aan boord, veel vrouwen en kinderen ook. Maar twee mensen zijn gered. De hulpdiensten hebben al 5 doden bevestigd. De doortocht van cycloon Yaas heeft in India en Bangladesh het leven gekost aan zeker 9 mensen. In het oosten van India vielen 4 doden, in buurland Bangladesh 5, onder wie 4 kinderen. De cycloon vernielde ook meer dan 300.000 huizen. En afgelopen nacht was er een supermaan te zien. Op Gran Canaria zorgde het fenomeen voor deze idyllische telescopische beelden. Bij ons was het te bewolkt om van het fenomeen te genieten. De supermaan viel op sommige plekken in de wereld samen met een totale maansverduistering en dat is erg zeldzaam. Het olieconcern Shell moet zijn CO2-uitstoot tegen 2030 verminderen met 45%. Het is een baanbrekende uitspraak van de rechter in het Nederlandse Den Haag. Een uitspraak die ook grote gevolgen kan hebben voor andere vervuilende bedrijven. De rechtszaak was aangespannen door de Nederlandse organisatie Milieudefensie en kreeg de steun van 17.000 Nederlanders. Shell reageert ontgoocheld. Dit is een historische dag, voor ons allemaal. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Grote vreugde bij de actievoerders die de rechtszaak tegen Shell hebben aangespannen. Aan het Justitiepaleis in Den Haag volgden zij de belangrijke uitspraak over de CO2-uitstoot van Shell in de komende jaren. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. De aanklagers beseffen dat deze uitspraak van groot belang is, niet alleen voor Shell, maar ook voor andere energiebedrijven. Het is tegelijk een signaal aan alle grote vervuilers in de wereld. Maak je borst maar nat, want iedereen moet nu aan de slag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook de grote vervuilers, ook bedrijven zoals Shell. Het is prachtig. De rechtbank verplicht Shell om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren, om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Het bedrijf overweegt in beroep te gaan. De uitspraak vinden we teleurstellend. We zijn hard aan het werken om een net nul in 2050 energiebedrijf te worden. Er zijn duizenden mensen in Shell iedere dag mee bezig. Daar investeren we miljarden in. De rechter vindt dat de huidige inspanningen van Shell niet snel genoeg gaan. Gaat
Katrien, gisteravond was er de finale van de Europa League. En het is een heel lange voetbalavond geworden. Een heel lange, met verlengingen en veel strafschoppen, Annelies. De Europa League is gewonnen door Villarreal. In de finale in Gdansk zetten de Spanjaarden het veel grotere en rijkere Manchester United opzij. Om die eerste grote prijs in de clubgeschiedenis te pakken, hadden ze wel een lange penaltyreeks nodig. De eerste 21 strafschoppen gingen allemaal binnen. Daarbij ook die van de doelman van Villarreal. En bij de 22e moest de doelman van Man U trappen, David De Gea. En hij miste. De supporters van Villarreal dromen van een eerste Europese beker voor hun club. Voor het Spaanse stadje met amper 50.000 inwoners is het ook de eerste Europese finale. Maar de coach is ervaren. Unai Emery, Mr. Europa League, won er al 3 met Sevilla. Manchester United won de Europa League nog in 2017 en is gezien het sterrenensemble de gedoodverfde favoriet. Maar de bijna 10.000 toeschouwers in het Poolse Gdansk zien Man U op het halfuur op achterstand komen. Parejo, goede bal. En de kans. En de goal. De goal van Moreno. 1-0 Villarreal. De underdog staat voor. Goal nummer 7 al voor Moreno in deze Europa League. Man U heeft niet direct een antwoord in huis. Het duurt tot de tweede helft voor het kan tegenscoren. Pogba komt. Ging leunen. Rashford. En de kans en de goal. Cavani. Jawel. 1-1. Typisch Edinson Cavani. Het schot van Rashford wordt afgeblokt, maar sluipschutter Cavani is er als de kippen bij om binnen te tikken. Een hoogstaande wedstrijd is het niet. Er wordt niet meer gescoord, zelfs niet na verlengingen. En dus moet een strafschopreeks de beslissing brengen. En die maakt veel goed. Het is een echte thriller. Alle spelers zetten hun strafschop feilloos om. En dus is het bij, jawel, 10-10 aan de doelmannen. Rulli van Villarreal laat zijn collega De Gea geen schijn van kans. En dan is het aan De Gea zelf, een Spanjaard nota bene. Rulli pakt zijn strafschop. Een drama voor De Gea. Een sprookje voor Villarreal dat de eerste trofee uit de clubgeschiedenis wint. Door de zege plaatst Villarreal zich voor de Champions League. En dat is slecht nieuws voor Racing Genk. De Limburgers zijn geen reekshoofd meer bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League. Voor de coach van Villarreal, Unai Emery, is het al zijn vierde Europese beker. 3 keer op een rij won hij met Sevilla. Hij verloor zijn finale met Arsenal. En met Villarreal doet hij dus zijn bijnaam van Mr. Europa League weer alle eer aan. To win is very difficult. And I know why I can get it. It's working. Working and enjoying each moment. And we are going to enjoy each moment. But above all, we are going to prepare for the next season. To play in Champions League. Of course, it's disappointing. Dressing room, it's just that's football for you. You know, sometimes it's decided on one kick, and that's the difference between winning and losing sometimes. And got to learn from that one. Got to not savor this feeling, but taste this feeling and make sure you don't get it again. Komende zaterdag kan stadsgenoot Manchester City de Champions League winnen. City speelt dan de finale tegen Chelsea. In Spanje heeft Real Madrid bevestigd dat coach Zinedine Zidane opstapt. De Fransman, een legende in Madrid, was bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real. In de eerste periode won hij met de Koninklijke 3 keer de Champions League. Begin 2019 keerde hij terug en werd hij Spaans kampioen. Maar in het voorbije seizoen greep hij naast alle prijzen. Thibaut Courtois en Eden Hazard krijgen binnenkort dus een nieuwe coach. En dan nog wielrennen. De 18e etappe in de Ronde van Italië is van start gegaan zonder Remco Evenepoel. Hoe graag hij ook Milaan wilde bereiken in zijn eerste grote ronde en hoe hard hij ook de afsluitende tijdrit nog wilde rijden, doorgaan had geen zin meer. Bij zijn val gisteren liep Evenepoel behoorlijk wat kneuzingen en schaafwonden op en hij had te veel pijn. Dit is de val die een vroegtijdig einde maakt aan het grote rondedebuut van Remco Evenepoel.
Hij belandt in een afdaling over een vangrail en wordt dan ook nog aangereden door een andere renner. Geen gebrek aan stuurmanskunst, denkt ploegmaat Ilio Keijsen. Het feit dat er al 6-7 op de grond lagen en dat er nog na hem zijn gevallen ook, dat is gewoon een linker bocht. Moeilijk te zeggen, denk ik niet echt. Hè. Evenepoel kan de rit nog uitrijden, maar aan de aankomst is zijn elleboog gezwollen. Uit onderzoek blijkt dat hij niets gebroken heeft, maar er zijn wel veel kneuzingen en schaafwonden. Evenepoel stapt uit de Giro. Hij reageert via een persbericht van zijn ploeg. Het was onmogelijk om de val te voorkomen. Het heeft geen zin om door te rijden met pijn. Ik keer nu terug naar België om CT-scans te laten maken. Natuurlijk is het jammer dat ik mijn eerste grote ronde vroegtijdig moet verlaten. Uiteindelijk was het wel een mooie ervaring. Ik hoop om ooit terug te keren naar de Giro. Ilio Keijsen is naast ploegmaat ook mentor en kamergenoot van Evenepoel. Het was heel rustig op de kamer. Natuurlijk was hij ontgoocheld. En denk ja, iedereen een beetje, maar het is leven. Het rode licht, dat kwam van de dokters en niet van Remco zelf? Beide. Gisteren de laatste klim naar boven hebben geduwd. Kon zijn stuur niet meer goed vasthouden. Kon hij zijn stuur trekken, kon hij recht staan. Als je dan vandaag 230 kilometer moet doen met een pittige finale. Als je net terugkomt uit een lange blessure. Als je niet meer in het klassement staat, denk ik dat het verstandigst is om... ik ben geen dokter, maar denk ik dat het verstandigst is om zeker te zijn dat er niks aan de hand is. En een grondige check-up te laten doen. En dan te herstellen en daar beter uit te komen. Nou, het is een einde in mineur, maar dus wel een mooie ervaring. Ja, dat wel. Dank je wel, Katrien. In Grimbergen gaan ze voor het eerst in meer dan 200 jaar opnieuw bier brouwen binnen de muren van de abdij. De paters Norbertijnen brouwden er al bier sinds de 12e eeuw. Maar toen het klooster tijdens de Franse Revolutie verdween, verdween ook de brouwerij. En daarna werd het bier door lokale brouwers gemaakt en sinds 1958 door de brouwerij Alke Maas. Maar nu is er dus een nieuwe brouwerij opgericht waar de paters zelf nieuwe speciaalbieren willen ontwikkelen. Wat ze precies van plan zijn, dat vertellen we in het journaal van 7 uur vanavond. Straks zijn er de vragen in het federale parlement. U kunt dat live volgen in Villa Politica vanuit de Kamer om 2:20 hier op 1. Onze opener vanmiddag was de hernieuwde zoektocht naar Jurgen Konings in het Nationaal Park Hoge Kempen. Bedankt voor het kijken en tot later. Het is eigenlijk een andere soort zoeking dan degene die we vorige week hebben gehouden. Men heeft enkele zoekzones aangeduid. Men is daar aan zoeken en alleen die zoekzones zijn op dit ogenblik afgebakend. Specifieke plekken waarnaar men op zoek is. Natuur en Bos helpt daarbij, een lab helpt daarbij en ook de zelfvermiste personen. Er wordt niet gezocht naar een overleden iemand. Er wordt gezocht naar onze verdwenen militair. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.